Ik ken jou al 8 jaren, want we zaten op dezelfde school. Leerden voor je vermeester en hadden daar onwijs veel lol. Ik vond dat jij veel te surf was en jij een populair jongen die veel te cool was. Maar dat was toen, maar ik wist niet eens de helft van hoe je was. Maar nu zijn mijn beste vrienden onze best friend tag. Doe alvast maar een duim omhoog. Dit is onze best friend tag. Met een kleine knipoog. We zijn uw beste vrienden, ik kom nooit meer van je af. Net als Jut en Jul, Sinterklaas en zijn staf. We zijn uw beste vrienden, ik kom nooit meer van je af. Net als Ot en Sien en Pauw en Witte Man. Dus doe van ah oh ah oh ah oh. Ik kom nooit meer van je af. Dus we doen van ah oh ah oh ah oh. Ik wil nooit meer van je af. Blijf kijken! Het is first day, first day. Elke dag is first day. Hallo, mijn naam is Rutger en vandaag ben ik hier samen met Denise. Hallo. Nou, jullie kennen Denise natuurlijk al uit mijn andere video's. Maar ook buiten de video's zien we elkaar wel eens, best wel vaak, want wij zijn beste vrienden. Vandaag gaan we jullie wat meer vertellen over hoe het nou eigenlijk precies tussen ons zit. En aan het einde van deze video heeft Denise ook nog een hele speciale verrassing, een aankondiging. Dus blijf vooral even kijken. Maar laten we bij het begin beginnen. Hoe hebben wij elkaar ontmoet? Nou, je hoorde het al een beetje aan het begin van het liedje. Ja, we zaten bij elkaar op school. En ik weet nog goed, op de eerste schooldag, toen wilde ik eigenlijk in een andere klas zitten. Want daar zat iemand die ik kende. En ik wilde heel graag in die klas, zodat ik in ieder geval één iemand kende. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders, oh, ik heb zo'n stomme klas. Ik wil echt naar een andere klas. Want er zit vooral één heel suf wijf in die klas. En dat was Denise. Heel erg. Ja, maar wat als ik het zeg maar had doorgezet dat ik echt in een andere klas kwam, dan, nou, dan hadden wij waarschijnlijk nog... zeggen, nou? Dan hadden we nu een heel ander leven gehad. Ja, ik denk het ook. Heel dat erg. Dat is best een groot Want... deel van je leven. Ja, en maar ook gewoon het feit, wij maakten altijd al filmpjes samen. Ja. Dus ik denk ook dat mede door Denise maak ik filmpjes. Want Denise was altijd alles aan het filmen. Ja, dat is tot, waar. Tot mijn grootste irritaties toe. Altijd, wacht, nee, ik ga even filmen, alles. Wacht, anders zet ik die oude beelden van onze tijd op school online op mijn tweede YouTube kanaal. YouTube.com/Rutger bij 4000, 5000. 5000 duimpjes. Oh, okay, ja, want het is echt heel erg gênant. Ik wil dit niet zomaar online zetten. Dus als je dat wil zien, doe even een duimpje omhoog. Ja. Een van de meest gestelde vragen aan ons is, waar komt dat halloi nou eigenlijk vandaan? Ja, halloi zeggen wij altijd tegen elkaar. Als we elkaar bellen, als we elkaar zien. Nou, we gingen dus een keer helpen vanuit school was dat een opdracht bij het Sinterklaashuis. En wij hadden ons opgegeven om leiding te zijn voor de basisschoolgroepen die zouden komen die dag. Mm-hmm. Hartstikke leuk. En er was een wat oudere dame, die had de leiding over dat huis. En die was heel zenuwachtig. Ja, ze had wat contact met Sinterklaas nog, denken wij, aan de telefoon. Want ze belde iemand. De mobiel ging, iemand. Ja. En toen nam ze op, toen zei ze, halloi. Maar het was gewoon een fout, want ze wilde hallo zeggen of hoi. En toen hoorden wij dat, toen vonden wij dat heel zielig. En sindsdien zeggen wij altijd halloi tegen elkaar. Halloi is gewoon het nieuwe hallo of het nieuwe hoi. Ja. Dus als jij iemand ziet voortaan of als je mij ziet, zeg gewoon halloi. En dan zeggen wij halloi terug. Maar wij beweren nu wel dat we beste vrienden zijn. Maar is dat wel ook echt zo, Denise? Heb je wel afgelopen 8 jaar wel goed opgelet? En heb ik wel goed opgelet bij jou? Dus we gaan nu een soort quiz doen. We gaan elkaars favoriete dingen of meest enge dingen raden. En dan hoop ik maar dat je het goed hebt, want anders dan zijn we geen BFF's meer. Oké, dat spreken we af. Afgesproken. Oké, de eerste vraag. Wanneer is de ander jarig? En ik weet het heel erg niet zeker. Ja. Jij bent altijd rond het Songfestival jaren. Ja, en jij rond het einde van de zomervakantie. Dus... shit. Maar bij jou weet ik het bijna wel zeker. Maar ik twijfel altijd of het 1 of 2 september is. Nou, raad maar. Dan ga ik voor 1. Nee! Oh! Echt? Ja, het is 2. Ja, meen je dat? Ja. Maar ik zeg nu wel heel erg, oh, maar ik weet het van jou ook niet. In maart volgens mij, klopt dat? Nee, dat is al fout. Mei? Nee. Hè, april? Ja, ik ben een ram. 21 april.
Nee. 12 april? Nee, nee, nee. Oh, ik denk dat onze vriendschap na deze video voorbij is. Dit is de unfriend tag. Ik wist dat je het niet wist, maar zo erg. Het heeft iets te maken met mijn geluksgetal, als je die tenminste weet. 9 april. Wat erg. Maar ik vergeet het nooit, maar dat komt door Facebook. Heel erg, heel erg. Sorry. Wat is de droombaan van de ander? Bij jou is het dat jij ooit je eigen koffiezaakje wil hebben, of je eigen lunchroom. Toch? Ja, toch? Alex! Oh, ik dacht dat jij dat ook wilde. Nee, ik wil wel helpen, maar nee, dat is niet mijn droombaan. Oh shit. Oh. Dit is echt heel erg. Wel iets te maken met een gezamenlijk iets wat we heel erg leuk vinden. Nou, hoe er dan toch? Nee. Denk aan Cornald Maas. Oh, het Songfestival verslaggeven. Ja, heel ja, maar dat wil ik ook. Dat is mijn droom. Ja, dan is dat eigenlijk ook mijn droombaan. Ja? Of ik wil een alpaca boerderij beginnen. Ja? Ja. Oh, zie je, had ik niet geweten. De derde vraag / opdracht is, doe elkaar na. iets van... Oh, sukkel! En op, sla je dan op mijn schouder en is van... Oh, maar dit is dus heel erg wat er is gebeurd. Oh, mijn mooiste ring van oma. Oh, heel mijn leven verpest. Heel erg, ja, ja, klopt. Ja, hoor maar. Oh, nou Denise, kijk, zielig. Ja, zo. Ja, oh, zeggen we allebei heel vaak. Ja, oh. Maar ik denk dat we dat soort van over hebben genomen. Nou, ik weet zeker, het komt uit jouw familie, want ja, iedereen in jouw familie zegt dat. Ja. Niet mijn familie. Deze is leuk. Welke rare eetgewoonte heeft de ander? Oh ja. Ik weet het. Jij eet kaas met chocoladepasta. Mm. Gadverdamme. Heerlijk, dat is echt zoet met zout. Heel erg vies. Maar dan die van Rutger, ik weet er eigenlijk twee. Oeh. De eerste is pindakaas met kaas. Heerlijk. En dan even in de magnetron aan laten bakken. Mm. Ja, dat is, ja. Mm. Beetje laten smelten. En het andere is, ook iets met de magnetron, een mars een beetje in de magnetron. Ja. En dan heb je een heerlijke zachte bonbon. Dat is echt een tip. Waar is de ander bang voor? Waar ben jij niet bang voor? Het is echt, dat is waar. Als het waait is het... Oh, het waait! Als het regent is het... Oh, we gingen net naar Albert Heijn. De zon scheen. Dus bijna strak blauwe lucht. Ik neem toch een paraplu mee, hoor. Ja, overal ben ik op voorbereid. Rutger heeft hoogtevrees. Ja, absoluut. Maar ik heb het al wel getrotseerd een paar keer. Ja, vind ik heel knap. Parachute springen en die hoogste duikplank. Had ik niet gedacht van je. Nee, hè? Ik ook niet van mezelf eerlijk gezegd. Wat is je geluksnummer? 2. Oh, nee, dat moet jij raden. Waar kan je elkaar 's nachts voor wakker maken? Jou kan ik altijd wakker maken als er gewoon maar een kat in een straal van 100 meter om jouw huis is. Als ik met Denise op straat loop en we zien een kat, of ze hoort een kat, of ze ruikt een... Ik weet het niet, maar jij toverde altijd overal katten vandaan. Sterker nog, laatst waren we aan het autorijden door een woonwijk. En toen heeft Denise de auto stilgezet, dat jij was aan het rijden. Oh, dat is waar. Om een kat te aaien. En er stonden auto's achter ons, maar maakt niet uit. Nee, Denise moest een kat aaien. Dat klopt. Ja. En Rutger kan ik altijd wakker maken 's nachts voor een lieuk. Ja, oh, zullen we die zo even nemen? Ja, lekker. Mm. Ik pak hem nu. Ik denk, Denise, ja? Dat dit misschien nog wel mijn meer best friend is dan jij. Want een lieuk... Kan je altijd weer opnieuw kopen en hij smaakt altijd hetzelfde. Mm-hmm. Maar jij bent ook een ijskoningin, hoor. De laatste vraag is, wat weten jullie over ons? Wat wij wel van elkaar weten, als je snapt wat ik bedoel. Ik snap mezelf niet, maar het komt erop neer. Vertel maar, wat weten de kijkers nog niet van mij? Ja, dat is een beter. Ja. Rutger is eigenlijk een hele erge gamer. Hij houdt veel van gamen. Mm. Hij heeft namelijk niet alleen een PlayStation, nee. Hij heeft ook een Xbox en een PS. Zo heet dat ook alweer. Een Wii heeft hij. Ja, maar ik heb eigenlijk bijna geen tijd om te gamen. Dus ik heb die dingen wel, maar... staan meer stofdag hoor tegenwoordig. Maar nu, wat weten we nog niet van Denise wat ik wel weet? En dit is een hele speciale aankondiging waar jullie al zo vaak om gevraagd hebben. En dus ik heb Denise echt weken, maanden, jarenlang gesmeekt om een eigen YouTube kanaal te beginnen. Yay! Denise heeft eindelijk haar eigen YouTube kanaal en het heet... Nou, heel lastig, dus let goed op. Wat een anticlimax. Het heet I'm Denise, gewoon hoe ik op overal heet, maar dan met 3 E's bij Nies. Ja, dus I am Denise. Ja. En het leuke is, op jouw kanaal staat nu je eerste video online, hè? Mm-hmm. En wat is het voor video? Het is een
een vlog over mijn zomervakantie in Mallorca. Klik even hier, dan ga je naar Denise haar kanaal en abonneer je op Denise. Want je hebt nieuwe video's every once in a while, toch? Ja. Af en toe. Ze gaat niet elke week zo uploaden, maar af en toe komt er een video. Ja. Superleuk, ik ben trots op je. En ik support je heel erg. Yes, bedankt. En dit was dan onze best friend tag. Nou, we zijn wel geslaagd, vind ik hoor. We wisten wel aardig wat van elkaar. Ja, nee, maar gaat het nou om die vragen? Nou, ik hoop dat je de video leuk vond. Doe vooral even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Want bij 5000 duimpjes komt er dus een extra video. En die wil ik eigenlijk niet online zetten op mijn tweede kanaal, youtube.com/Rutger. Heel erg bedankt voor het kijken en tot op mijn kanaal allemaal. Oh, you bitch. Commerciële piep. Nou, hier, proost. Doei. Hallo, mijn naam is Rutger.